Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is nog vorig weekend, maar ik heb net de vorige vlog afgesloten. En daarin zei ik dat die andere vlog zo lang was, dat ik dit in de volgende vlog ga doen. Dus de datum staat erbij. Maar ik ben nu inmiddels begonnen met het maken van de sushi. En hier is het aan de gang. Dit is nog even afwas, maar de vaatwasser zit vol. Kijk, hier heb ik komkommer. Dit is, hoe noem je dit nou ook weer? Oké. En dit, ik weet even de naam niet meer. Ik ga nu de avocado snijden. Ik ben zo blij, want hij is zeg maar perfect. Hij is niet te rijp, hij is wel rijp. Hij is echt mooi groen. En hij heeft geen één bruin vlekje. De rijst zit in de pan. Dus het ligt hier nu klaar. Dit is zeg maar voor of een nigiri of dat ik zo'n inside-out misschien ga maken met dit erop. En ik heb nu een deel van de rijst even in een andere pan gedaan, zodat het een beetje kan afkoelen. En ik ben dus nu zeg maar azijn er doorheen aan het doen. En ik heb geen suiker, dus ik doe een beetje honing en zout. En ik ben een beetje aan het doorgaan tot ik het vind smaken naar sushi rijst. Dat, ja, ik kan het ook opzoeken, maar... Het duurt dus best wel lang voordat het afgekoeld is. Maar je moet wel wachten, anders wordt die zee weer warm. Zo. Toppie. Hoe snel die echte Japanners of echte mensen dit kunnen. Volgens mij zit eigenlijk al iets te veel rijst. En zoals je de laatste rol aan het maken bent, dan weet je waar je moet. Nu draai ik hem dus om. En dan ga ik dus hier nu het beleg leggen. Meteen even all the way. En dan gewoon dichtrollen, toch? Denk ik. Ja. Oh. Nou, mooi is anders. Nou. Ik denk als je echt een mega rol wil maken, moet je wel een hele zeewier gebruiken. Want dit is wel een beetje weinig. Als je snapt wat ik bedoel. Normaal had ik inderdaad altijd zo'n lap zeewier over. Dat vond ik wat zonde. Dus... Maar ik heb nu best wel wat ingrediënten erin. Even zo knijpen. En nu... Oké, ik ga nu dit doen. Dit vind ik echt heel leuk. De avocado is niet rijp genoeg, denk ik, om dit te doen. Het is een beetje hard. Dit stukje in ieder geval. Dat vind ik zo leuk. Nou, dat beloopt niet zo goed, denk ik. Vinden jullie dit leuk om te zien? Oh. Nou ja. Hè? Voor een beginner. Nu ga ik het strooien in hier een bak met breadcrumbs. Dan ga ik hem gewoon inleggen. Oeh. Yes. Ik dacht dat je dit dus helemaal zelf moest frituren, maar dit is dus gewoon... Oké, hij valt dus aan de zijkant een beetje uit elkaar, maar... Hey. Number 2. Ik wil net het gaan snijden en dan laat ik een hele bak water vallen over mijn sushi. Dit zijn nu de rollen die ik heb en ik ga dit nu vast even snijden. Want de rijst zeg maar, die ik had laten afkoelen, die pan is nu op. Maar er zit nog heel veel in de andere pan, maar dit is al best wel veel. Kijk. Het is eigenlijk in één beweging, want het werkt op zich zo. Kijk, ik heb alleen een beetje veel rijst, omdat ik dus nu. Oké, wij gaan eten. Het ziet er vet lekker uit. Miso-soep, mijn nieuwe servies, Japanse thee, gember. Ik heb geen nigiris gemaakt, want ik vond het echt een rotwerkje. Maar nou, de ingrediënten weten jullie. Maar elke ziet er iets anders uit. En elke zit net iets anders. Of zit wat anders op. Dus wij gaan nu lekker eten. Kijk, hier zit bijvoorbeeld zoete tofu en rettich in. Deze vond ik heel lekker, die ik net had. Met broodkruim, avocado. Echt heel lekker. Proef maar. Wat zit daarin? Alleen komkommer en avocado. Avocado eromheen. Niet een stukje, maar... Mm. Is echt lekker, hè? Met sesam. Het ziet er vet goed uit, of niet? Kijk, hoe professioneel dit eruit ziet. Het is echt heel lekker. Maar het is wel veel werk. Ik zou eerder bestellen. Maar stel je bijvoorbeeld ooit voor heel veel mensen maken, zou ik dit wel aanraden. Ja, dat scheelt je heel veel geld. Het is een beetje veel, hè? Komt wel op? Nooit. Oké, het was echt super lekker. En nu is het al 9:30. Ik ga zo naar bed en ik wil even een smoothie uitmaken. Met kiwi, havermelk, rood fruit, spinazie. Vieze kleur, maar goed. Hallo jongens, ik wil even dit testen. Van de toko. Deze kokosmelk in de koffie. Ik ga
staat in dit mooie kopje nu. Oké, ik heb dit een beetje geroerd en dan ga ik ze maar gewoon opgieten. Het is wel wat dunner dan ik dacht. Oh, hier moet ik misschien nog opschuimen. En dit neem ik trouwens mee vandaag. En ook nog een smoothie. Het zit er al ruim een minuut in, maar het gaat niet omhoog. Nee, het is echt kokend heet, maar het schuimt niet. Maar het is van zichzelf op zich wel iets dikker dan melk. Nou, het is wel echt heel dun. Het is echt niet zoals op de foto. Jammer. Het ziet er wel lekker uit. Oh, het ruikt lekker. Heel zuur. Het is ergens heel romig en zoet, maar het heeft ook iets zuurigs. Heel klein beetje. Maar ik vind het wel lekker. Ik weet nog niet precies wat ik er nou van vind, maar het is echt kokend heet nu. Oké, ik ga me aankleden. Kijk hoe mega bruin ik ben door de zonbank. In dit licht is het echt mooi. Dit is wat ik aan heb. En ik zie jullie vanmiddag. Hallo, ik ben terug van mijn werk. En ik ging meteen even... Ik had hier al een bakje voor jou. Gadver, je doet het in een theekop. Dat is echt vies. Ik heb wel een bak van je gebruik. Ik wilde dus een sushibol maken omdat we een paar ingrediënten over hadden en we hadden sushi rijst over. Maar uiteindelijk hadden we bijna geen ingrediënten over. En de sushi rijst had ik buiten de koelkast laten staan, want in de koelkast wordt rijst altijd vies. Maar volgens mij is het niet meer goed. Het staat hier. Dus ik ben nieuwe rijst aan het koken, dat is basmati. Maar we houden toch niet zo van kleefrijs. En dan ga ik de sushibols maken voor ons allebei. Kijk, hier ben ik dus aan het prepareren. We zijn nu wasabi mayo aan het maken. Ik vegan. En dan ga ik zo even laten zien hoe het eruit ziet. Het is de eerste keer dat ik het ga maken. Oké, okay, Ruben wil even niet in beeld, maar ik ga even een sushibol maken. Ik heb het gewoon aan tafel gedaan, want dan kunnen we gewoon lekker de hele toppings erop doen en zo. Vet leuk, oké. Okay. Dit zijn gebakken uitjes. Broodkruim, zeg maar tempura-achtig spul. Dit is van Ruben's mayonaise. Dit is zijn stukken zeewier. Zeewiersalade. Zoete tofu. Julienne, peen of zo, worteltjes. Surimi voor Ruben. Dit is mijn vegan mayo met wasabi, mirikswortel en sojasaus. En sesamzaadjes. Hier nog oshinko, die soort bruine wortel, avocado en komkommer. En dit is de rijst. En ik heb echt vet veel zin om het te gaan maken. Lekker! Oké, dan moet ik even een mooie foto gaan maken. Kijk, ik heb een zeewiermasker gemaakt. Van een beetje zeewierwater en oh, het kriebelt. Als ik het aanraak, valt er zeewier van mijn gezicht af. En een beetje van het Clinique houtskoolmaskertje. Echt een klein doetje. Volgens mij is het wel goed voor je hoofd. Goedemorgen jongens, ik ben aangekleed. Het is vandaag 14 februari, dus het is Valentijnsdag. Maar ik ben er dit jaar helemaal niet mee bezig. Echt nul, ik heb niks voor Ruud. Dus misschien ga ik vandaag maar even wat met de kinderen knutselen en ook wat voor hem. Ik heb mijn haar net weer even gesteld. En ik ben trouwens gewoon aan het weekvloggen nu. Een soort van. Ik heb wel roze trui aan, maar hey, ik draag echt minstens één keer per week een roze trui. Ik heb best wel veel roze trui. Dit heb ik aan. En ik heb even wat roze op mijn lip gedaan. Een beetje. Valentijn is eigenlijk rood, hè? Nou ja. Ik heb hier hele lieve katten die elkaar een fijne Valentijn aan het wensen zijn. Ja, ik heb niks voor Ruben. Ik vind het moeilijk. Kijk, ik heb dit kettingje van Ruben bijvoorbeeld 5 jaar samen in december gekregen. En hij is echt over een maand min 2 dagen of 1 dag ook alweer jarig. Dus altijd zo'n beetje net tussen die twee in. Maar goed, ik ga nu naar mijn werk en ik zie het wel. Heb jij al met Valentijn's dag gedaan? Heb jij al met Valentijn's dag gedaan? Heb je je lover verrast of heb je je geheime lover een kaart gestuurd? Of heb je een wat dan ook? Laat het me even weten. Oké, ik ga off to work. Bye. Oké, dit is het hoofd van iemand die net de rapport heeft uitgeprint. Ik heb alles nu mapjes gedaan en morgen ga ik het allemaal in de rapportmappen doen. Daarvoor ben ik niet zo moe. Het is nu 6 uur. We hebben geknutseld voor thematijd en ik heb dit voor Ruben gemaakt. Met allemaal lieve tekstjes en coupons erin en zo. En hebben we nu het eten, maar ik ben te moe, dus ik ga denk ik liever in het weekend. Ruben zal ik het ook geven. Leuk, ik hou van deze dingen. Zit er ook coupons in? Ik zie het. Ga je er eentje inzetten? No dishes today. Kom je dat niet van eten? Nee. Ja. Dit lag er voor mij. Dat is grappig. Wie heb ik deze kaart gekregen dan? Van niks, schattig. Hi beauty. Ik wil eigenlijk niks doen met Valentijnsdag. Je bent een goede vriend. Ja, of niet voor mij, maar gewoon voor je vrienden. Voor mij ook. Oké, romantisch zeg, je bent een goede vriend. I'm in the friend zone, baby. Ik zei dus, ik hoop dat ik weer een keer een Valentijnspakketje krijg, maar ik weet het niet zeker. Ik heb wel een mooie roos gekregen. Wow, ruikt lekker.
Mijn grootste Valentijnscadeau is deze. Bij Valentijn moet je 1 roos krijgen. Net als dat je vroeger kreeg. Ja, vind ik ook. Niet een hele bos. Nee, een bos dat is anders. Dat heb ik laatst al. Dat doe je bij jubileum. Dat had ik laatst. Ja, ik heb geen zin in Valentijnsdag dit jaar. Vorig jaar had ik dus van PR-bureau vet leuk zo'n hele doos gekregen waar een hartjesballon uit kwam. En nu heb ik van Mooi PR een heel schattig Valentijnspakketje gekregen. Het is echt de lekkerste geur op aarde, deze, als je deze ooit ziet. We hebben even op de bank gezeten en toen heb ik besloten dat ik wel wat wil doen. Toen zei ik, laten we naar Lodijk gaan. En daar heb ik even gevraagd of ze dus aardig zijn, want sommige mensen zijn niet aardig met sushi en zij wel. Hij zegt, ik kan alles weglaten, sushi wordt vers gemaakt, dus dat is geen probleem. Dus dan kan ik lekker daar van sushi eten, gewoon vegan. En ze daar voor Ruben hebben ze hele lekkere dingen. Extra cold, als standaard. Oh ja. En voor Ruben hebben ze hele lekkere dingen. Dus ik ga me nu omkleden. Dus dan zijn we nu zo naar dit. Het is dus weer mijn pakje. Ik blijf erbij dat ik niet weet of deze schoenen er helemaal goed bij zijn. Maar ik heb even niks anders. Maar dit is zo lekker. Ik trek het aan. Hoofd een beetje gefixt. En ik zie er gewoon goed uit. Dit pak. Ik kan natuurlijk niet altijd dit pak aan. Ik moet wel zeggen dat ik me er iets fijner in voel dan vorige week dinsdag. Dus dat is iets minder dan een week geleden. Dus ik denk dat ik iets slanker ben. Maar dat mijn buikje wat minder is. En ik weet niet. Ik voel me lekker. En Ruup, kijk, dit is wat ik al zei, hè. Zo zou ik het heel mooi vinden. Zo. Als iemand zo'n pakje weet en dan iets langere benen. Maar dit stofje is echt niet normaal. Oké, ik ben heel blij dat we toch eventjes hebben omgekleed en zo. Dan gaan we nu. En Ruup blijft auto voor gereden. Lekker chic. Boter mag ik niet. We zitten. Ik heb net allemaal vegan dingen besteld. Dat is wel even lastig, maar het is gelukt. Ik heb dit. Seaweed. Mijn eerste sushi is er. Dit is met pompoen. In ieder geval helemaal vegan. Lekker. Dit is mijn tempura. Deze moet jij maar nemen. Dit heeft echt trauma gemaakt. Even testen, ja? Ze waren niet op beeld. Oh, nu het is zo. Lekker. Gisteren sushi, Doe maar weg hoor. Heel erg op je inzoomen. Nee, dat kan ik niet verleiden. Dit is een hele moeilijke verleiding. Ruben gaat nu echt even mijn lievelingssushi eten. Voor mij is het heel lekker. Ja. Ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat ik wel echt denk, ik wil het. Zelfs als ik al heb gegeten. Want je hebt hier heb je echt gewoon precies de sushi's die ik lekker vind. Ja, bizar hè? Ik heb seizoensgroenten. Mijn lens is trouwens niet zo goed ineens. Met een soort van vergeten groenten. Vet lekker. We hebben verse fruit besteld. En dit verwacht je echt niet. Nee, maar normaal als je verse fruit bestelt, krijg je appel, 1 stukje mango, weet je. Hier, geen saus. Gewoon puur watermeloen, ananas en meloen. Mega lekker. En ik heb een handroll besteld, weer. Vegan. En hij was er echt in 1 minuut. Hoe kan dat? Ze hebben echt shop rotte klaar. Echt super chill. Kijk. Ruben vindt dat ik heel veel eet. Ik merk wel dat ik sinds ik vegan eet, ik veel minder eet. Want nu, ik ben echt... Ja, maar ik vind het allemaal zo lekker. Het is zo'n goed restaurant. Dit is dus baby ananas. En dit is ons laatste gerecht. Ik zit echt heel vol. Het was heel lekker. Het is echt heel lekker. Ruben vindt dat ik heel veel heb gegeten. Ik werk wel dat, zeg maar, dit zat eerst heel lekker. Nu heb ik echt veel door 7 baby's in mijn buik zitten. Nee, hoeft niet. We gaan nu afrekenen. Jongens, dit restaurant verdient echt... Jawel, ze verdienen echt even heel veel lof. Want ik zei ook op het einde van, ik vond de service heel goed en ik vond het heel lekker. Het was echt geweldig, ik had niks aan te merken. Op het einde kreeg ik gewoon een roos. Hij liep mij en zei, en kijk eens, voor mevrouw een roos. Je ziet het nu niet, maar echt, Lodijk, heel goed. Het was echt top. Dus ik ben blij. Doei! Zodra we thuis komen, ook al zijn we maar 1 uur weg geweest, missen we de kittens zo erg. Kijk hoe lief dit beeld is, deze kleine prette baby. Lekker baby. Ah, ik ben echt fit. Hey, baby. Oh, baby. Niet aanstellen. Hij zat toch zo aan. En deze was heel grumpy omdat we hem wakker hebben gemaakt. Er is iets heel grappigs aan mijn hoofd vandaag. Nu lekker gaan we onder een dekentje. Het is al 9:30. Tegenwoordig ga ik echt al best wel vroeg naar bed. Ik merk, vroeger ging ik pas om 9:30 naar bed. Dat ik 7 uur slaap. En nu probeer ik soms om 9:30. Uiterlijk 10:30. En dan heb ik altijd 8 uur slaap. En ik ben zoveel minder moe. Ik ga eventjes deze nagel op doen. Ik heb dus een pakketje gekregen voor een Instagram post. Nieuwe Essie Lock. 60% less peeling. 35% less breakage.
Heel benieuwd, want ik hou van Essie. Treat, love and color. Dus. Oké, en dan gaan we even samen een serie kijken nog. En dan ga ik echt naar bed. Doei! Ja, je onderkin is weer scherp. Je hebt geen onderkin door je baard. Bobby, jouw onderkin is ook weer scherp. Ik ga zijn okseltje krabben. Gebruik jij mijn deel? Jongens, ik heb volgens mij nog niks gefilmd, maar het is weekend. En Ruben pikte mij meteen even op na mijn werk, tenminste voor de deur. Want we moesten boodschappen doen en we hebben eindelijk weer boodschap gedaan. Niet nog een keer. En vanavond gaan we gewoon lekker chillings. Chillings? Ja, gewoon lekker niks doen. Gewoon dat je lekker... Nieuwe muts. Wat grappig, dit is van het merk. Ik dacht, dus ik ging even naar het postkantoor. Ik dacht, er ligt een AliExpress pakketje, maar... Ik heb weer een Mockbird horloge. Heb ik hem nu ook om? Nee. Mijn lievelingshorloge, die zilveren, die is van bovenop. Een Mockbird horloge. En volgens mij had ik precies dezelfde gekozen die ik heb. In het zilver, maar nu in het goud. Ik ga hem zo laten zien. Hij is echt mega mooi. Ik heb er nog niet goed naar gekeken, maar we zitten nu een beetje in de auto. Pas op met de wortelboodschappen. Kijk, je ziet zo'n verschil. Dit horloge had ik dus ook gekregen, maar ik vind die echt zo van mooi. Dit is echt mijn lievelingsmaak. Mockbird. Dit kon je dus ook winnen in de winnaar zien. Bobby komt altijd kijken. Zie je? Goed? Ja. Zoom maar. Hij verdient het. Hij is zo mooi. Ik ga hem ook gewoon meteen omdoen. Ik vind het echt... Dit is denk ik mijn lievelingshorlogemerk. Van alle horloges die ik... Ik heb best wel... Voor ik YouTuber was, had ik nooit horloges. Echt nooit. Behalve van de markt. Oh, dat moet helemaal zo. Maar van alle horlogemerken die ik heb ontvangen, vind ik dit. Nou, en Victoria Violet Hemden vind ik ook heel mooi. Maar dan moet ik hem nog even verstellen en dan zit hij zo. Mooi? Mm-hmm. Subtiel, hè? En zie je dat het zeg maar niet vies warm goud is, maar heel mooi koel? Heel blij mee. Kijk. Dat was het. Vind je hem ook mooi, Bobby? Oh. Oké, kijk. Ik ben er echt zo blij mee. Ik hou dus niet van gouden horloges, maar ik merk gewoon... dat ik het soms gewoon nodig heb. Ik heb ook geen gouden kettingen en gouden sieraden. Zoals laatst was ik bij de 50 Shades met die schoenen en dat tasje. En ik had geen gouden horloge. En hij is zo mooi. Ook bij deze trui. Zo verliefd. Ik moest nog even dit zeggen trouwens. Ik had dit maandag gekocht. Dit is zeg maar van dat... Die... Naturel afdeling, zeg maar. Dit is kikkererwtenchips. Dus dat wilde ik altijd al eens proeven. Maar ik vind hem niet zo lekker. Op zich de kikkererwtenchips zelf wel. Maar ik vind de kruiden... Ik weet niet wat erop zit. Ik ga hem nu weggooien, daar is ook een beetje oud geworden helaas. Maar nou ja, helaas. Ik vond hem gewoon niet zo lekker. Ik bedoel, eet ik liever chips. En het is, wat stond er nou? Lager in vet dan normale chips. Maar dat komt gewoon omdat het minder gefrituurd is, denk ik. Ja, volgens mij zit een aardappel per 100 gram 130 calorieën en een kikkererwten 100 of zo. Maar van kikkererwten krijg ik ook weer best wel vaak een opgezette buik. Dus ik eet liever gewone chips. Oké, dat was het. Goedemorgen. Vandaag word ik gestraft voor het feit dat ik altijd pas lastminute met iedereen wil afspreken, want niemand kan. En ik vind het heel jammer, want zodra het mooi weer is, wil ik dus wat leuks doen. Ruben ging dus gisteren uit, dus die is nu brak. En die moet naar school, dus en omdat hij aan school moet, kan hij niks doen. Maar hij is brak, dus hij kan eigenlijk ook niks aan school doen. Dus, nou ja, en hem heb ik ook niks. En de scooter is gisteravond stuk gegaan, dus die moet hij straks gaan halen bij Artis. Dus toen zei hij vannacht, ga morgen naar Artis. Maar ja, dat was vannacht. Dat zei je wel. Ja, je had zin op een voelspriep. Dus dat gaat ook niet door. Nou, en mijn andere maten, die kunnen ook niet. Dus, nu drink ik maar even een kopje thee. Ik moet sowieso nog on the go editen, maar... Ik snap maar dat ik zeg maar... Oh ja, ik heb dus licht van alle kanten en daardoor is het donker. Ik ga even een T-topics voorlezen. Ik had dus een T-topics tag, hè? Heel lang geleden. Met welke oude bekende zou je graag weer eens afspreken? Laat het me even weten in de comments. Nou, aangezien het ook nog eens in de bonus is deze week, moest ik ook nog eventjes deze betesten. Ik ben benieuwd, want het is niet alleen maar banaan, het is ook echt met almonds. Oh, het ziet er lekker uit. Het is heel zacht, want het is echt net uit de vriezer. Wow! Deze lijkt heel erg op het origineel. Hij is alleen wat moeseriger, luchtiger. Best wel zuur, iets meer banaan. En ik proef echt ijs. Deze zou ik niet denken dat die vegan is. Wow. Oké, ik ben nog steeds verbaasd. Het zijn geen chocolade banaantjes trouwens, maar gewoon chocolade stukjes. Maar het smaakt zo lekker. Het smaakt echt niet naar gewoon puur. Het smaakt echt romig en dit is echt, echt mega lekker. Dan ga ik hier bij de weekvlog afsluiten. En dan zie ik jullie volgende weekvlog weer en in het weekend met een nieuwe video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Doei!